Radio 1. Bekijk ook het dossier over 3D en 4D printing op trendsverwachting.nl. Start Lieke Veld. Ja, 2000 Nederlanders hebben er al één thuis staan, de 3D printer. Een printer waarmee je, zoals de naam het al zegt, objecten in 3D kan printen. Traditionally when you think of printing, you think of printing out something on a piece of paper using ink. Well, 3D printing is actually printing out a physical object. Ja, door deze printers kan je dus van kunststof dingen maken, zoals bijvoorbeeld armbandjes, ringen en hoesjes voor je telefoon. Niet echt hele spannende dingen. Richard Lam van trendwatcher.com, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, we gaan het zo hebben over het 4D-printen, want dat is de volgende stap, hè? Maar eerst, wat kan je nog meer maken met een gewone 3D-printer? Ja, je hebt verschillende soorten 3D-printers, maar als je met eenvoudige 3D-printers print, die je nu al voor, het zal zijn, €1200 gewoon thuis kan hebben staan. En dat ziet er echt uit als zo'n normale inkjetprinter, maar dan net even iets groter en iets minder professioneel uitgevoerd over het algemeen. Maar daar kun je één kleur materiaal in stoppen. Oranje plastic hebben ze bijvoorbeeld gedaan. En dan maken ze een kroningsring. Dus sieraden kan je leuk maken. En wat mensen ook heel veel doen, is een beetje huistuin- en keukenspulletjes maken. Dus dat kan bestek zijn, of servies, of eigenlijk alles wat je kan tekenen op je computer natuurlijk. En wat zich ervoor leent om uit één stuk gemaakt te worden. Dus bijvoorbeeld, er is nu een heel leuk project, ik heb het net op Twitter gezet, waarbij een bedrijf koffiekopjes gemaakt heeft. Dus iedere dag van de maand hebben ze een ander design kopje koffie. En dat duurde ook precies een dag om zo'n kopje te printen, want dat gaat niet heel erg snel. Nou, dat soort dingen kan je ermee maken. Oké. Afgelopen jaar is de 3D-printer wel populair, een stuk populairder geworden zelfs. Je kan er nu natuurlijk ook dingen mee maken zoals wapens. Daardoor was het deze week in het nieuws. Can your HP printer do that? And by that, I mean print a 3D pistol called the Liberator. One that can be fired on what looks to be the set of a Quentin Tarantino movie. Ja, een plastic wapen en hij werkt ook nog. Ja. Hartstikke gevaarlijk ook. Ja, maar ik moet als techneut vind ik het geweldig dat dit kan. Maar als je natuurlijk ethisch kijkt, is het levensgevaarlijk. En inmiddels is het ook officieel even verboden nu om zo'n ontwerp neer te zetten. Maar je snapt dat dat met dezelfde snelheid naar BitTorrent of andere minder legale omgevingen verdwijnt, zo'n ontwerp. En dat is ook de echte handel voor 3D-printing in de toekomst. Dat zijn niet die printertjes die gemaakt worden of de spullen die eruit komen. Maar de ontwerpen die mensen met elkaar gaan verhandelen. Ja, want de blauwdrukken die stonden van dat wapen op internet, die kon je downloaden om zo zelf dus dat wapen na te maken. Ja. Maar dus daar zit wel toekomst in dat in ieder geval blauwdrukken daar die kun je dan verkopen. Voor wat voor soort dingen zou je nog meer blauwdrukken kunnen maken dan? Waar moet je dan aan denken? Ja, je kunt aan allerlei medische dingen denken, zeg maar, waar echt maatwerk nodig is. De doorbraak van 3D-printing is gekomen omdat ongeveer 2 jaar geleden de eerste 3D-scanners beschikbaar kwamen. Echt zo een soort van smartphone-achtig apparaat, zeg maar. Soms zijn ze wat groter. Maar dan kun je dus iets in je omgeving even snel scannen door er een paar keer omheen te draaien. En dan kun je, weet ik veel, wat je maar nodig hebt. Even simpel een deurstoppertje, weet ik veel. Alles kan je echt kopiëren en daarom wordt het ineens interessant. Oké, dus je maakt een soort foto ervan en dat maakt hij dan na met een 3D-printer. Inderdaad. Wauw. Dan heb je echt dat, een beetje dat wat voor mij nog heel erg een science fiction idee is, zo'n kopieermachine waar gewoon dingen uitkomen. Ja, het grappige is, nu maak je met dat pistool bijvoorbeeld, kun je nu alleen nog naar de buitenkant ergens van kijken. Dat pistool bijvoorbeeld is ook niet gemaakt in één keer, maar dan zijn er losse onderdelen gemaakt, die zijn daarna in elkaar gezet. Mm-hmm. Maar er zijn inmiddels ook 3D-printers waarbij je verschillende materialen kan gebruiken. Dus je kan plastic gebruiken of metaal of je hebt ook keramiek. En bepaalde glassoorten. En die kunnen dan uit één printer komen. En dan kan je ineens bijvoorbeeld de binnenkant van zo'n geweerloop, zal ik maar zeggen. Die moet ook heel erg glad zijn. Anders komt die kogel er niet uit. Mm-hmm. Dan kun je daar een ander materiaal voor gebruiken dan de buitenkant. Dus het wordt steeds geavanceerder. En dat is wat je bedoelt ook met 4D-printen, toch? Ja, nou inderdaad. Kijk, je hebt natuurlijk 1D is een puntje. En 2D is een lijntje, zeg maar. En 3D is iets wat in de hoogte komt. En 4D is dus iets waar tijd in zit. Dus de vierde dimensie. Mm-hmm. Dus dat betekent dat iets gemaakt
gemaakt wordt en daarna nog van vorm kan veranderen. Dat is het 4D, zeg maar, wat je kunt maken. En dan heb je dus ook over dingen die iets doen. Nou, wat ze nu inmiddels kunnen is bijvoorbeeld een soort van klein polymeer draadje maken, wat eerst recht is. En als je aan een bepaalde temperatuur blootstelt, dat het dan daarna van vorm verandert. Dat staat ook op internet. Bij TEDx is daar uitgebreid over gesproken. Mm-hmm. Maar 4D-printing gaat eigenlijk veel verder. Dat zijn alle objecten die een functie kunnen hebben. Dus je kan, wat ze nu kunnen, in Amsterdam zijn ze met de voorbereiding bezig van een grachtenpand. Nou, dat is nog 3D, dat is een heel passief ding. Mm-hmm. Maar je kunt binnenkort ook auto's printen, radio's, smartphones, echt de binnenkant. Nou, dat kun je natuurlijk niet doen door zo'n scanner om je smartphone heen te draaien. Maar er zijn ontwerpen waarbij je dus zegt, nou, ik moet eerst een laagje buitenkant hebben. Dat mag plastic of aluminium zijn. Dan moet ik elektronica kunnen printen. En uiteindelijk moet ik de bovenkant kunnen printen van een keramiek of van een glassoort. En ja, dan krijg je natuurlijk echt hele nuttige objecten die je in dagelijks leven kan gebruiken. Dus die worden kant-en-klaar geprint? Ja. Klaar voor gebruik, die werken gewoon. Ja, en dan moet je natuurlijk wel voorstellen dat je dan een printer hebt, hè, met allemaal draden over het algemeen, of tubes met pasta, maar meestal zijn het draden. En dan gaan bijvoorbeeld 5 draden in, zoals je bij een kleurenprinter nu hebt, gewoon 2D op papier. Dan kan je straks dus 4D-objecten maken, waarbij je een koperlaagje maakt, hè, voor je elektronica, en dan weer een isolerend laagje en zo verder. Dus dat is natuurlijk prachtig wat er allemaal aankomt. Ja, je noemde net al wat voorbeelden. Wat zou je allemaal met een 4D-printer kunnen uitprinten? Ja, wat het meest vergaand gaat, echt op dit moment al, dat is echt van de afgelopen weken dat ze het voor elkaar gekregen hebben, is organen printen. Ja. Het probleem daarbij was altijd, van je kan tissue printen, zeg maar, dus bloedcellen aan elkaar plakken zo ongeveer. En je kon bloedbanen maken, dus de aderen, zeg maar. Maar nu hebben ze het voor elkaar om dat te combineren. Nou, die twee dingen heb je nodig om een orgaan te maken. En als je dan dus de cellen gebruikt, dan wordt het, ik gebruik bij wijze van spreken stamcellen die voor jouw lichaam niet afstotend zijn, dan kun je daar een orgaan mee maken. Nou, dat krijgen ze nu voor elkaar, maar je moet je voorstellen dat het nu ongeveer op het niveau van een reageerbuisje is. Zo klein is zo'n orgaantje, zou ik maar zeggen, wat ze nu kunnen maken. Mm-hmm. Maar dat kan dan ook weer doorgekweekt worden en dan krijg je gewoon de celdeling. Dus dat, ja, ik vind het een beetje scary natuurlijk, snap je? Maar dat is echt de ultieme vorm van 4D-printing. Want de volgende, als je organen kan maken, dan kun je dus ook personen gaan maken. Ja, inderdaad. En je had het net al even over quantified self, hè, waarbij mensen aan zichzelf meten. Maar nog een stap verder is singularity, waarbij je dus dingen kan maken, bijvoorbeeld met zo'n 4D-print, waarvan je niet weet wat zo'n ding wat je gecreëerd hebt uiteindelijk gaat doen. Hè. Dus dat, in het meest extreme geval denk je aan zo'n Frankenstein en dat soort wezens. Maar die kant ga je dus wel op, ja. Ja, nou, nu eindigt het eigenlijk allemaal alsof het heel erg eng is. Maar wat is het mooie, wat zijn de mooie kansen, zeg maar, die dit allemaal biedt? Nou, het mooie is voor de economie dat heel veel productie weer terug naar Nederland komt. Want je gaat natuurlijk niet iets 4D of 3D printen in China en daarna naar Nederland toe laten brengen. Dus dat doe je hier. Plus dat je, als je maar weinig van iets nodig hebt, en je kan ook bijvoorbeeld eten printen, dus in hele leuke vorm met suikerkristallen, een leuk, weet ik wat, iets aardigs voor moederdag op het bord creëren. En je ziet dus, als je massaproductie wil hebben, dan ga je dat nog steeds naar een fabriek sturen. Maar als je dingen in kleine aantallen willen hebben, en dat heb je eigenlijk steeds vaker tegenwoordig, dan kan je dat heel makkelijk met een 3D-printer doen, of in de toekomst met een 4D-printer. En vanaf wanneer is die toekomst? Wanneer denk je ongeveer dat dat... Nou, je ziet nu, je hebt industriële via Shapeways en andere bedrijven, kun je 3D-ontwerpen opsturen en dan krijg je gewoon thuisgestuurd met de posten vanuit Eindhoven of ergens anders op de wereld waar die machines allemaal staan. Mm. Of je neemt zo'n 3D-printer in huis, maar dan moet je natuurlijk wel echt een beetje een nerd zijn om dat allemaal aan de praat te krijgen. Het is niet moeilijk, maar het kost heel veel tijd om die dingen in elkaar te zetten, die printers, en dan kun je ermee aan de slag. En 4D-printing zul je zien dat dat eerst in wetenschappelijke omgeving is en in de zorg en dergelijke toepasbaar is, maar dat, in feite zijn ze nu al daarmee bezig. En ik denk dat ze over 2-3 jaar ook op commerciële basis beschikbaar zijn. En dan nog even van jou persoonlijk, heb je hem zelf ook? Ja, ik heb eindeloos zitten prutsen, moet ik zeggen. Ik heb elektronica gestudeerd vroeger. Ja? Dus ik had zoiets dat dit moet ik kunnen. Maar het is echt wel een soort van meubels bouwen in het kwadraat, zeg maar. Oh. Hoe ingewikkeld het is om zelf zo'n apparaat in elkaar te zetten. Maar inmiddels kun je ook kant-en-klaar printers kopen. Je hebt bijvoorbeeld in de Verenigde Staten apparaten die heten replicators. Die kopiëren dus allerlei dingen uit hun omgeving als je dat wil. En dat is echt gewoon voor de consument, zoals je een printer in de winkel koopt. En dan kun je hem gewoon kant-en-klaar. En dan koop je rolletjes materiaal erbij, zeg maar. Van allerlei kleuren en verschillende soorten materiaal. En dan is het eigenlijk vrij makkelijk. Dan is de truc vooral dat je iets moet kunnen ontwerpen op de computer. Of dat je een ontwerp van een ander koopt en daar een klein dingetje aan verandert. En bijvoorbeeld je naam erin zet of de afmetingen net een beetje verandert. Nou, dat klinkt inderdaad meer als iets voor mij. Ja.
Hey, Richard Lamp van trendwatcher.com, dankjewel. Oké, succes. Dit is Texas Black Eyed Boy. Bekijk ook het dossier over 3D en 4D printing op trendsverwachting.nl. Dit is Radio 1.